Op 18 maart 2015 mogen we weer naar de stembus toe, in verband met de provinciale statenverkiezingen. Maar wat houden deze nu eigenlijk in? Daarom gaan we deze week van Mag ik wat vragen weer het centrum van Tilburg in, om te kijken of de Tilburgers daar iets van af weten. De vraag voor deze week luidt: weet jij wat de provincie doet? Binnenkort is het weer de Provinciale Statenverkiezingen en weet u eigenlijk wat de provincie doet? Ja, ik denk dat die een hoop aan de structuur van het landschap doen en aan water. Eigenlijk wel ook een stad toe, maar dan voor heel Brabant. Eigenlijk zorgen dus ook voor de structuur en zo. Voor de waterwegen en alles, maar dan voor Brabant. Nou ja, die houdt zich bezig met de activiteiten van zeg maar de infrastructuur, waterweg en dat soort zaken, ja. Sluit u zich daarbij aan? Ik sta erover te denken, ja. Contact tussen het grotere orgaan en de burger? Eerlijk gezegd weet ik het niet zo. Niet zoveel. Het eerste waar ik aan denk is bijvoorbeeld de infrastructuur in de provincie. Nee, ik weet het verder niet. Erg, hè? Dat weet ik. En waarom ik dat weet, zal ik u vertellen. Ik ben van de stichting Vrouwen Ontmoeten Vrouwen. En wij organiseren op 13 maart... organiseren wij in samenwerking met de provincie een voorlichtingsdag voor vrouwen. Wat de provincie nou inhoudt, wat er te kiezen valt, wat de provincie doet. En dan komen alle politieke partijen die daar kandidaat voor zijn, die komen zich dan presenteren. En als ik u nu een foto laat zien, zou u weten wie deze meneer is? Nee, daar weet ik niks van. De commissaris van de Koning. Nou, dat wist ik dus echt niet. Ik weet wie het is. Ik heb hem laatst ook nog een beetje van dichtbij gezien. Maar nee, ik weet niet veel van wat hij doet. Ik ken een beetje zijn achtergrond. Hij komt uit Tilburg. Hij woont nog in Tilburg. Het is Wim van der Donk. Ik denk de burgemeester. Nota. Van de? Van Tilburg. Nee. Die ken ik wel, meneer Wim van der Donk, ja. Klopt. En het leuke is natuurlijk dat meneer van der Donk uit Tilburg komt. Ja, tuurlijk. Zegt u het maar. Ja, Wim van der Donk. Nou, jammer, bingo. Ja. Vindt u deze provinciale verkiezingen belangrijk of zouden ze best afgeschaft kunnen worden? Nou, liever niet afschaffen, want ik denk dat het toch wel belangrijk is dat je stem hebt. Dat niet alles door het Rijk en door Europa opgelegd wordt. Nou, ik vind die eigenlijk wel nodig, maar dan als ze allemaal maar op de goede partij stemmen. Er is er hier eentje, nou, je doet zijn mond op tijd open en ja, als je niet genoeg stemmen krijgt, dan haalt het nog niks uit natuurlijk. Nou, ik denk het niet. Het ligt er toch meer dichter bij de personen, denk ik. Hè? De provincie is toch iets kleiner dan het landelijke geheel. Dus ja, ik denk wel dat het belangrijk blijft. Heb ik geen mening over. Nee, hou ik me te weinig voor bezig met de politiek. Het is een democratisch land, dus ik vind dat we altijd moeten gaan stemmen. Ja. Nee, dat hoeft niet. Nee, ik denk hoe dichter dat het bij de burger staat, hoe beter het is. Want dan weet je wat de burger wenst en daar gaat het om. En misschien staat de Hagen toch soms iets te ver vanaf. Dat denk ik ook, ja.